Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar Altijd Games. Vandaag gaan we verder met de Dark Souls 3 serie. We hebben de vorige keer echt super gave dingen gedaan wat ik nog niet eerder had meegemaakt. We hebben een begin gemaakt in 2 afleveringen geleden met het doorzoeken van deze brug. En dan uiteindelijk helemaal naar die toren daarboven om met die dude te spreken. En dat is nu onze maatje geworden. Nu gaan we echt de linkerkant doen, want je hebt hier ook nog een pad aan de linkerkant. Daar gaan we dus doorheen en kijken hoe ver we in deze aflevering kunnen komen. Want aan het einde van dat linkerpad is ook nog een bos, al weet ik niet zeker of dat iets is wat we in deze aflevering kunnen gaan halen. En daarbij is het ook nog een pittig lastige bos. Hier komen echt verschillende units bij elkaar. Dus die zullen even omrollen. Wow, ik ga bijna dood. Ik wist niet dat er zoveel bij elkaar zaten. Wow. Nog een keertje. Wat? Ik was hem echt een paar keer helemaal kwijt. Oké, we hebben al flink wat flask moeten gebruiken, maar dat is geen probleem. We proberen namelijk gewoon zo ver mogelijk te komen. Hier is het handig om even deze dudes uit te schakelen. Want anders gaan die je straks echt flink verrassen. En springen die op je hoofd. Dat wil je echt niet meemaken. Al duwen ze me nu al bijna in het gat. Wat? Ik krijg zoveel damage binnen. Oké. Die hebben we nu ook weer kunnen uitschakelen. We hebben al niet meer zo heel veel flasks. Dat is wel een beetje een probleempje. Maar daar gaan we nog wel achter komen. Of we zover zonder kunnen komen. Laten we eerst even kijken of hier nog wat aan de linkerkant is. We kunnen daar sowieso een deur openmaken. Dat is volgens mij namelijk wel de goede weg. Maar konden we hier ook niet naar binnen? Oh, hier lag sowieso nog een item. Oké, een Titanite Shard. Dat betekent dat we ons wapen weer een level omhoog zouden kunnen doen. Want we hebben er nu 4 gevonden. We zullen even helemaal ophealen. En dan gaan we hier naar binnen. Oh, wat is dit voor sneaky plek? Zijn die nou levend? Ja, sowieso. Oké, die gelukkig niet. We moeten dus echt even opletten, want er zitten dus van die levende dingen tussen. We kunnen hier zo naar beneden. Oh, die was mis. Dat gaan we dus zo ook nog wel even doen. Als we erin slagen om dit naar beneden te doen. Maar wat ook even belangrijk is, is dat hierachter een soepje ligt. Waar we ook naar beneden kunnen doen. En daar is, als het goed is, ook een soort van... een Warrior of Sunlight. Is dat een shield of is dat meer een soort van emblem of zo? Dat is meer zoiets inderdaad. Pledge oneself to the Warrior of the Sunlight Covenant. Dus dat zouden we nog kunnen doen. En soep. Ah, soep. Die kunnen we gebruiken. Ik laat hem nu nog even hier staan. Want die kunnen we gebruiken op het moment dat we levens nodig hebben. Dus dan kunnen we altijd nog daar naartoe terugrennen, mocht dat het geval zijn. Deze is sowieso echt. En daar komt een soort van sterke warrior aan. Zijn hier nog andere dingen die echt zijn? Dat lijkt niet het geval. Ambush Ahead. Ja, die hebben we dus al uitgeschakeld. Dat waren die gasten die daarboven zaten. Maar we moeten dus echt eens even kijken hoe we deze dude gaan uitschakelen. Want het is hier nogal benauwd. Oké, dat viel uiteindelijk nog mee. Dan gaan we toch wel echt helemaal die kant op. Dus gaan we even die soep drinken. Zodat we in ieder geval helemaal vol levend zitten. Kijk, die kunnen we dan als het goed is ook niet meer gebruiken. Nee. Dus dat is eenmalig. Mooi zonlicht hier. Zeker niet verkeerd. Wow, wacht. Blijkbaar zat er toch nog zo... Oh, er zitten echt 2 ook. Man, ik schrik me altijd echt helemaal rot van die dingen. Dat is echt geen pretje. Oké, we kunnen hier sowieso via de zijkant. We moeten even opletten dat we hier niet naar beneden springen. Dat zou namelijk een beetje zonde zijn. Want hier ligt wel een item die we kunnen oppakken. Ik weet niet meer precies wat het is. Oké, gewoon een soul van unknown traveler. Je hoort nu al dat we door sommige spells worden aangevallen en daarom... is dit stukje zo tricky. We gaan in ieder geval hem even uitschakelen. Komt meteen iemand anders aan hengsten. Met zijn wapen. Oké, maar deze spels die je dus naar ons toe ziet komen vliegen. Die zijn dus vervelend. Maar wat je af en toe even kan doen is zo'n huisje binnenduiken. Om op die manier toch die spels proberen te stoppen. Er komen er nu wel echt heel veel. Wat we ook kunnen doen is hier naar binnen. Maar er staan ook wat gasten. En nog eentje. Oké. En een whip. Dat is ook een wapen die je kan gebruiken. Ik heb hem zelf eigenlijk nog nooit gebruikt. Als hij nou eens naar beneden komt. Oh, dat is hem. Ik had even een beetje lek. En nu hoor ik ook nog de twee gasten aangevallen. Nee! Oké, gelukkig. Ze allebei weten uit te schakelen. Dat was bijzonder, want dat valt niet mee. Maar als je ze op zich allebei bij elkaar krijgt en tegelijkertijd kan hitten, dan ben je meestal wel in een hele goede positie. Kijken of hier nog wat ligt. Volgens mij wel. Hier beneden vast en zeker. Ja. Oké, nog een Titanite Shard. Dus dat kunnen we gebruiken om, dit wapen te gaan upgraden. Ik weet niet of in hoeverre we dit wapen nog gaan gebruiken hoor. Maar dat zullen we dan wel zien. We kunnen hier de trap op. En we zijn echt al heel bijna bij de plek waar we straks echt een heel gaaf moment gaan meemaken. Waarbij we dus gebruik kunnen gaan maken van die dude die we... Oh, echt veel Titanite Shards hier. Gebruik kunnen maken van die dude die pijlen gaat schieten die daarboven is. Dus dat, ik vond dat in ieder geval persoonlijk een heel gaaf moment. We kunnen hier twee dingen doen. We kunnen hier naar beneden springen op dat dak als het goed is. Dus dan moeten we hier zo die sprong maken. Kunnen we dat niet makkelijker doen? Nee, dat moet toch echt op deze manier. En dan moeten we straks nog wel even terugkomen. Maar dan gaan we het gewoon proberen. Even kijken, hier deze sprong zo. Het gaat trouwens wel een moeilijke sprong worden. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. Wow, gelukkig. Oké. En een rusted coin. Die zijn wel handig. Ik heb ze eigenlijk nog nooit gebruikt. Maar die zorgen ervoor dat de drop rate hoger is van het krijgen van goede items. Hier is onze bonfire. Dus die kunnen we straks zelf even gaan gebruiken. Eerst nog even voor de zekerheid. Hier alles doorkijken. Of we hier geen belangrijke spullen hebben gemist. Dit is namelijk echt zo'n plek waar ze iets zouden kunnen verbergen. Maar dat blijkt nu niet het geval te zijn. Hier nog boven even kijken. Oké, hier ook niks. Nou, dan gaan we gewoon die bonfire gebruiken en ons toch een weg door die plek banen. Bonfire is wel even handig. Dan hebben we weer even nieuwe Estus Flasks. Zijn we weer even levend. En dan kunnen we weer volle bak tegenaan. Oké, gaan we dan. We hebben weer 7 Estus Flasks. We moeten hier even deze dude gaan uitschakelen. Met zijn gigantische wapen. Wow, het is altijd moeilijk te voorspellen wat ze gaan doen bij deze gasten. Maar nu wist ik het op de een of andere manier heel makkelijk uit te schakelen te krijgen. Oké, en dit wordt dus het mooie moment waar ik dus al die tijd naar uit heb gekeken. Hier zijn dus aardig wat enemies. Alleen wat er zal gaan gebeuren is dat hij pijlen gaat schieten als het goed is. Bam, daar zag je ze komen. Ik weet niet of we hem ook zien schieten. Nou, voor nu blijft hij even redelijk rustig. Maar hij kan dus gewoon al die enemies die hier op me afkomen uitschakelen. En op het moment dat we hem dus niet tot ons maatje hadden geroepen. Dan is het echt een gigantisch moeilijke missie. Aangezien dat ding dan ook nog op mij gaat schieten. Oké, dus we lokken ze gewoon even hier een beetje naar ons toe. Kijken of hij ze uit kan schakelen. Hoppatje, en je krijgt dus ook heel snel... Wow, hij schoot hem gewoon bijna op mij. Maar volgens mij kan hij ons geen schade aanrichten. Maar dat vond ik echt wel, toen ik dat voor het eerst meemaakte, dacht ik echt van wow, dit is echt super gaaf. Dat je gewoon zo'n grote reus, dat je daar vrienden mee kan worden en dat hij voor je gaat vechten. Daar moet je niet naar beneden vallen, dan ben je alles kwijt. Hier zullen we even dit oppakken, Undead Bone Shards. En deze zijn heel belangrijk, want daarmee kan je de Estus Flask upgraden. Dat ze meer healen en dat hebben wij eigenlijk best wel nodig. Dus dat is zeker niet verkeerd. Allee op. En dan gaan we boven nog even kijken of hier nog wat dingen zijn. En dan komen we al aardig dicht bij een bossfight. Die we denk ik nog wel deze aflevering gaan doen. Het is wel een hele moeilijke bossfight. De vorige keer was het gelukt om hem 1 keer te doen. Maar dat was misschien meer geluk dan wijsheid. We moeten even opletten, want we kunnen hier wel een item pakken. Maar er zit hier zo'n gemeen beestje boven die keihard op je hoofd kan springen. Maar we hebben hem weten uit te schakelen en daar hebben we daar ook geen last meer van. En we hebben hier dus van allemaal spullen. Je kan hier dus ook gewoon doorheen op het moment dat je die doet nog niet voor jezelf hebt gewonnen. En dit kunnen we gebruiken om een upgrade te doen bij de dame in de Dark Shrine. Zodat we betere items van haar kunnen kopen. Misschien dat we dat ook nog wel even aan het einde van deze aflevering doen. Hangt er een beetje vanaf hoeveel tijd we hebben. Maar we gaan langzamerhand een... ons richting de bossfight begeven. Wat hebben we hier nog allemaal? Hier is weer zo'n echt hele sterke dude. En die laatste aanval miste ik net. Oké, dat ging goed. Fire buff. Ja, volgens mij zouden hier nog wat units moeten zijn, toch? Nou, ik zie er geen meer staan. Hier kunnen we nog een gigantische jump maken om dit item op te pakken. En dat ziet er wel redelijk goed gaaf uit. Een nieuw wapen. Deze. De Great Sith. Als ik het goed uitspreek. Wat is dit nou weer? Oké, ziet er best wel sick uit. Dat is één ding dat zeker is. Ik weet niet of ik hem echt ga gebruiken, maar... in ieder geval zeker een gaaf wapen om ook te hebben. Moeten we wel weer even ons wapen terugvinden. De Uchigatana. Uchigatana. Moet ik het al goed uitspreken. Die kunnen we dus nog gaan upgraden. Dat is ook wel iets om in de gaten te houden voor het einde van deze missie. Oké, we gaan dus hier doorheen. We kunnen hier aan de rechterkant kunnen we de poort openmaken. Dan hebben we een soort van shortcut die we zouden kunnen nemen. En hier, dit zou echt zo'n plek zijn waar een geheime muur zit. Maar dat is volgens mij niet het geval. Oké, hier krijgen we dus Beware of the Forest. En je ziet het al. Misschien zie je het nog niet. Try front and then back. Dat is een beetje no jumping ahead. Oké. We gaan het meemaken. Een moeilijke bossfight zoals ik al zei. De vorige keer heb ik hem in 1 keer gehaald. Alleen, ik ga jullie echt niet zeggen dat dat nu met volledige zekerheid weer gaat gebeuren. Oké, hij hit me al gelijk volle bak op mijn hoofd. Waardoor ik een Estus Flask moet nemen. En die gaan we echt wel nodig hebben in deze fight. Oké, we proberen al gewoon zoveel mogelijk gasten uit te schakelen. Oké, en dan gaat het dus gebeuren. Deze boom, dat is dus de bos waar we tegen moeten vechten. Ze gaven ons de tip om eerst de front en dan pas de back te doen. Oh, wacht, hier komen nog meer gasten aan. En dat is ook echt het probleem met deze bossfight. Er zijn ook nog allemaal andere enemies die een beetje op komen spelen. Wop, en daar moeten we even ontwijken. Oké, dus wat we gaan proberen is we gaan deze... Wow, dat werkte niet helemaal zoals ik wilde. Maar je moet hem dus gaan proberen om op deze dingen aan te vallen. Dat is het meeste damage die je kan doen. En nou moet je maken dat je weg bent. En we zullen even een Estus Flash doen. Dus we hebben al redelijk wat damage gedaan. Dus we zijn in principe goed bezig. Oh, en dan gaat het dus gewoon. Hier zijn we dus al een keer geweest in een paar afleveringen eerder. Nou moeten we wel eens even kijken waar we de damage kunnen gaan doen. Zullen we eens even kijken of we wat damage achter op zijn rug kunnen doen. Daar zitten ook nog van die gigantische stukken in het wit. Wat gaat hij nou doen? Oké, hij gaat achterover vallen. Dan moet je altijd wel een beetje oppassen. Want dat wil je niet op je hebben. Zo'n gigantische monster. Oké, dat was goed. Wow, ik dacht even dat hij weer achterover ging vallen. Maar dat gebeurde gelukkig net niet. Oké, het ziet er nou uit dat we hier niet echt heel veel damage mee kunnen doen. Waar is zijn... Wow, wat? Verder daar door geraakt. Wow. Maken dat we wegkomen. Oké, dat was zijn hand. Er zit dus ook een hand aan de voorkant. Maar zolang je een beetje achter blijft, dan zul je daar niet al te veel last van hebben. Oké, gaan we weer op de voorkant iets proberen te doen. Oké, die hand kunnen we blijkbaar geen damage meer doen. Hier zit nog wel iets, maar daar kan ik niet bij. Misschien bij deze voet. Oké, we hebben hem echt al heel bijna neer. Nu alleen nog wat aan de voorkant. Oké, even een Estus Flask voor de zekerheid. Nee! Oh, als ik nu nog op het laatste dood ga, dat zou echt zonde zijn, want we hebben hem zo bijna neer. Even hier een Estus Flask, de veiligheid. Kom op! Juist, oké, we hebben hem gekild. Oh, dit is altijd zo'n spannende bossfight, maar het is ons gelukt. Je moet je dus echt richten op het killen van die witte bolletjes die je op hem ziet. Dat doet een beetje damage. En in die tweede fase dat je naar beneden valt, dan komt er dus zo'n hand uit. Maar op het moment dat je redelijk dicht bij hem blijft en een beetje achter hem blijft staan, dan kan hij daar niet zo heel veel mee doen. Een vrij soepele bossfight, zeker weten. Als je weet een beetje wat de bedoeling is, dat scheelt al veel. En hier zijn we dus al een keer beneden geweest. En toen hebben we dus ook met deze dude gepraat. En die blijkt nu dood te zijn. We kunnen hier in ieder geval de bonfire leiden. Konden we hier nu wel iets mee doen? Volgens mij nog steeds niet. Want we hadden de vertebra nodig en die hebben we niet. Oké. Dus daar kunnen we niks mee doen. Deze dude is dus dood. Dus daar hebben we wel mee kunnen praten voordat hij dood is gegaan. Dus dat is goed. Dat was denk ik dan ook de bedoeling ervan. Hier kunnen we verder niks doen. Wat we wel kunnen doen, heel veel dingen zelfs, is dat we naar de Dark Shrine kunnen gaan. Dus we gaan even travelen. Of naar de Firelink Shrine. Ik zeg het ook telkens de Dark Shrine, maar dat is iets heel anders. We kunnen hier namelijk het een en ander gaan upgraden. Levels omhoog gaan. We hebben namelijk weer 11.000 souls, dus dat is ook goed. Wat we eerst even gaan doen is hier met de Firelink Shrine... dat wil ik trouwens wel even laten zien wat we dan precies doen. Deze, de Undead Bone Shards, die zijn dus heel goed. Omdat je dan bij de Firelink Shrine, als je bij de bonfire zit, die kan verbranden. Dus dat gaan we doen. En je ziet dus dat er nu onderin bij de Estus Flask plus 1 staat. En dat betekent dat die een stuk sterker zijn geworden. Ik ben een beetje aan het twijfelen, want we kunnen... de Uchigatana nu gaan upgraden. Alleen dat kunnen we ook niet doen. En dat is omdat we binnenkort ook een nieuw wapen krijgen. En ik wil die eigenlijk ook wel eens gaan testen. Dus ik ben een beetje aan het twijfelen of ik dat wil gaan doen. Dus ik bewaar het nog even. Dus misschien voor de volgende keer. Estus Flask. Hadden nog een shard gevonden. Reinforce, Estus Flask. Nee, oké, die niet. Wat we wel nog kunnen doen is bij die andere dude. Al weet ik niet of we dood zijn gegaan. Volgens mij niet. Zolang we niet zijn dood gegaan, kunnen we hier ook geen levels omhoog. Nee, oké, we zijn in de tussentijd niet dood gegaan. Wat je wel kan doen, mocht het zijn dat je dat allemaal wil, is een paar keer naar beneden springen hier van de top. Dan ga je ook telkens dood. En dan kan je dus wel telkens een level omhoog gaan. Alleen, ik heb nu ook een Ember geactiveerd, dus dat is nu niet echt heel handig voor mij. Wat we hier kunnen doen is die Ash inleveren, die we al eerder hadden gevonden in deze aflevering. Oké, dan gaan we een item kopen en dat is heel belangrijk en dat is deze key. Key to a door in Undead Settlement Sewer. En de Undead Settlement, dat is dus die stad waar we daarnet waren. En de Sewer, dat is het riool. En daar zijn we al een paar keer doorheen gelopen. En deze key hebben we dus nodig om een vrouwtje te gaan bevrijden. Dus dat zullen we gaan doen met deze key. En die komt dan ook in deze stad terecht. Vervolgens gaan we even met haar praten om levels omhoog te gaan. Ja, we hebben nu de Dexterity al level 20. En nu gaan we proberen de Strength level 20 te doen. Dus dat is gelukt. Ik probeer die een beetje gelijkwaardig omhoog te laten gaan. Zodat we later ook alle wapens kunnen gebruiken die we willen gaan gebruiken. En we zullen straks vast nog wel wat meer levens en stamina en vitality gaan doen. We zitten nu nog echt net goed. 69,8% zoals je in de bovenhoek kan zien, rechtsboven. Maar je wil in ieder geval onder de 70 blijven. Dus dat is wel even belangrijk. Ik ben trouwens benieuwd of we nu al wel wat met deze dude kunnen gaan doen. Want ik weet niet vanaf wanneer dat kan. Even kijken. Hij zit hier toch? Ja. Fret not, for I am up. Oké, nu kan het wel. Give transposing kiln. Dus die hebben we daarnet inderdaad verkregen. A transposing kiln in thy possession. Seen better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferred to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition now? Oké, dus we kunnen hier op deze plek onze souls gaan inleveren voor eventueel wapens. We hebben dus hier bijvoorbeeld de Hollow Slayer die we zouden kunnen kiezen. De Demon's Great Axe die we zouden kunnen kiezen. Die er trouwens wel echt super gaaf uitziet. By the way, holy crap. Die is trouwens echt sterk volgens mij. Maar die zijn allemaal wel echt mega zwaar. We hebben hier nog een Forge Great Sword. Zo, die is ook sterk. Maar ook weer echt zo zwaar. Een spear. En een fist. Oké. En deze recovers HP with successive hits. Die heb ik vorige keer trouwens nooit echt heel veel gebruikt. Ik weet het nog niet zo goed. Dat zou ik een keer op moeten zoeken. Welk wapen een beetje goed is misschien voor onze build. Waar je ook dexterity bij nodig hebt. Dat zou bijvoorbeeld deze kunnen zijn. Of deze. Misschien is dat helemaal geen slecht idee om dit wapen te gaan kiezen. Ik ga er nog even achteraan even opzoeken misschien ook welk wapen handig is. Want deze, ja, ze scalen ook allebei hetzelfde. Want dit wapen is toch best wel sterk volgens mij. Dus misschien helemaal geen slecht idee om dit wapen te gaan kiezen. Dat zien we dan wel. In ieder geval allemaal super bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Laat me natuurlijk weer weten in de comment section wat jullie ervan vonden. Oftewel anders een duimpje omhoog of omlaag. En mocht het nou zijn dat je nog niet geabonneerd bent en op de hoogte wil blijven van mijn kanaal, kan je dat natuurlijk altijd nog even doen. En dan zie ik jullie allemaal graag in